Yo, goedemorgen mensen. Vandaag is zaterdag en ik neem jullie mee naar de gym. We gaan eens even lekker trainen. We hebben dat al lang niet meer gedaan, we waren ziek. Dus let's go. Gisteren ook een flinke update gedaan in deze kamer. Het bed staat nu hier. Hier slaap ik. Hier gaan we nog een beetje home gym doen. Nog een beetje stofgezogen geworden hier. Nu dubbele setup, hier kun je gamen en daar kun je gewoon een beetje editen. Daar edit ik mijn video's. En dat is de room tour toch? En we gaan nu even ready maken. Buiten gaan we even een skiertje eten. Goed om onze biceps weer op te pompen. Die spieren weer wakker te laten worden. En dan gaan we gewoon lekker pompen. De gym. Maar ik begin mijn dag met een lekker skiertje zoals hier. Maar ik ga even een keelpijn dingen nemen. Want ik heb nog steeds heel erg last van mijn keel. Ik zie nog een beetje ochtend achteruit. We gaan deze lange kruis in een super veel beter aan, maar zo kan het gewoon. In plaats van skiën kan je ook kwark halen, want skiën is natuurlijk heel duur. En niet iedereen heeft geld om skiën te halen. We moeten natuurlijk lekker goed eten, jongens. En er hoort natuurlijk heel veel eiwitten bij. Dus we gaan even die eiwitshake pakken nog. Toch nog een dikke boost van eiwitten hebben we nodig. Heerlijk, dat pompen we er nog even in. En dan zuipen we dat nog even lekker op. Nou, kijk, we gaan naar de gym. We gaan even lekker de armen trainen. En die armpjes, die moeten getraind worden. Die zijn natuurlijk makkelijk, die zijn ziek geweest. Maar we gaan er lekker voor, dus let's go! We skippen natuurlijk gewoon die stomme cardio. We zijn gewoon lui, jongens. We gaan gewoon niet die cardio doen. We gaan gewoon lekker gymmen hier. We hebben al genoeg dingen hier staan, hè. We willen lekker te gaan pompen met die armen. Dat gaan we ook zeker doen. Wacht even tot de garage open gaat. Die ik op een wonderlijke wijze nu open ga doen. In 3, 2, 1. En dan klik ik als het goed is in mijn handen. En dan gaat hij. Nu open. Perfect. Het scherm wordt dus even anders. Wij gaan nu even naar de winkel toe fietsen. Ik ga met mijn vader even eten halen voor vanavond. We zijn weg, dus ik moet zelf wat gaan maken. Dat doe ik ook wel in de vlog. Maar laten we dat even doen. En verder. Heel leuk dat jullie de nieuwe mini-vlog kijken, jongens. Ik wil deze video even afsluiten dat dit het einde was, want ik heb niet genoeg kunnen filmen die video. Maar er komen natuurlijk veel betere video's aan. En dit is mijn nieuwe haircut. Dus stay tuned, want er komen nog veel leuke dingen. Ik ga jullie ook laten zien, ik ben nu deze video aan het editen. En die komt zo op YouTube, dus die komt zo op jullie beeldscherm. En check ook gelijk mijn merch, want er komt nieuwe merch aan. En daar moeten jullie echt hype voor zijn.